Ja, als nog één ding wil zeggen, was dat kijk naar dit kanaal. Yes, abonneer, duimpje hier, omhoog. Yes. Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij deze gloednieuwe video. Het is een tijdje terug dat ik gevlogd heb op dit kanaal. Sorry daarvoor, maar vandaag ben ik keihard terug met iets heel erg bijzonders. Het zit namelijk zo, ik ben uitgenodigd om naar een secret showcase van Be Brave te gaan. En die gaan hun nieuwe album laten horen en volgens mij is er nog tijd om met ze te praten. En nou ja, er komen heel veel andere YouTubers heen, dus ik dacht, daar moet ik bij zijn. Super gezellig, maar daar moeten jullie ook bij zijn. Dus jullie mogen vandaag gezellig met me mee. Ik ben net al naar school geweest, dus ik hier aan de rug was. Ik ben nu klaar en nu ga ik op naar Amsterdam. Ik ben nu nog in Rotterdam, dus dat is wel eventjes reizen. Maar komt helemaal goed. Tot zo! Ik vind dit trouwens echt altijd op een soort van achtbaan lijken. Kijk, daar ga je helemaal de hoek om. Super vet. Ik zou echt metrochauffeur willen worden. Ik ben zo trots op mezelf op dit moment. Ik heb voor het eerst ongeveer geen Starbucks gehaald. Maar stiekem komt het ook eigenlijk omdat ik heel nog naar de wc moet. Maar ik ben op de Vira aan het wachten. En hoop ik binnen 40 minuutjes in Amsterdam te zijn. Het is altijd super chill. Hallo Amsterdam. Ik moet pissen. Ik ga heel snel rennen. En ik heb één probleem. Want ik heb helemaal geen kleingeld, zag ik net. Maar nu heb ik dus bedacht. Ik ga maar naar de Starbucks. En dan ga ik daar wel naar de wc. Heel goed excuus om alsnog een Starbucks te halen. Halleluja. Look who's here. Sophie, hoi. Kom je ook voor Be Brave? We hebben er echt heel erg zin in, hè? Ik heb hier echt bijna 2 uur, het ligt niet aan Sophie hoor, ik was gewoon veel te vroeg, maar ik heb hier ongeveer 1,5 uur, 2 uur gezeten op dit zielige bankje. Maar ja. Ik wist niet dat het zo erg was, maar je zag gewoon echt heel zielig. Ja. Echt heel erg. Daar is de boven. We zijn er bijna. Zo, wil je iemand de groeten doen of zo? Mag even hoor. Ik ben nooit op wie wil je de groeten doen? Ik weet niet zo goed hoe ik me moet gedragen, mijn moeder. Oké. Staat mami. Nou, we zijn er bijna. Kijk, daar is het. En ik ga mijn post ophalen, want het is bij mijn postadres, jongens. Dus niet vergeten, no to myself. Hey! Je krijgt ook vlog, hè? Vlogknuffel. Ja, weer. Kijk eens wat een gezelligheid. Hoi, hoi. Oh my god, kijk dit. Ik kan niet kiezen, ik kan niet kiezen. Mm. Jawel, ik kan wel kiezen. Marcia, ben je ook gezien? Oh my god. Ik heb het al even gesproken. Oh. Heb jij weer? Oh.
showtrap, jongens. Lekker altijd op bij je hand staan. We gaan nu een interviewtje doen met de jongens van The Brave. Het is super leuk en gezellig. Jongens, zwaai leven. Jongens, zwaaien. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken. En we zitten hier vandaag met Fem, Plut Rutger en de jongens van The Brave. Vandaag een paar vragen stellen. Laten we maar gewoon. Ja, soms moet ik wel echt zijn dat ik dingen niet kan missen, maar het is wel een beetje dubbel. Inmiddels is de paniek uitgebroken, want iedereen wil een selfie maken. Tja, oh, zo faked Jamie de foto's dus. Aha. Dit is dan weer een beetje jammer. Ik verloor totaal de controle over mijn gezicht. En ja. Ik vind hem wel mooi hoor. Ja? Ja, ik vind hem mooi. Hij is leuk genoeg. Ja, is hij leuk genoeg? Ja, als ik nog één ding wil zeggen, was dat kijk naar dit kanaal. Kijk. Yes, abonneer, duimpje hier. Omhoog. Yes. Weet het goed. Wow, jongens, ik ben eindelijk aan de post. Wat vet, heel veel is het. Op die staat Hanoi. Superleuk. Oh, en kijk, mijn bak zit gewoon onder de glitters door jullie. Kijk, helemaal in glitterbende. Doei, Jami. Doei. Doei. Het was leuk om je. Ja, was gezellig. We gaan snel weer afspreken. Doei. We zijn net klaar bij Be Brave en we hebben een interview gedaan. En het was heel erg leuk. Ze hebben heel vet optreden gegeven. En volgens mij is het zo heel erg dom te doen. Maar het was in ieder geval heel erg leuk. En nu gaan we eten zoeken, toch? Let's go! En Sophie is practicing her modeling career. Ja. Eten. En de zoektocht naar eten gaat door. Maar ik heb het gevoel dat we in de buurt zijn. Thanks, Max! Nou, we hebben ons laten verleiden hoor. We gaan hier eten. Laten we het glas heffen, ja. Sophie. Doe ook even sociaal. Niet social media, maar... Yeah. Cheers! Je moet me wel in mijn ogen kijken, want je weet het nou. Dit is moeilijk. Proost, jongens. Deze man is zo slecht in zijn baan. Of is, hij weet echt niet hoe hij dit subtiel moet aanpakken. Iedereen loopt heel boos weg elke keer. Maar Sophie geeft gelukkig tips, ja, ik heb gezegd, hè? Hij probeerde een meisje te fixen. Ik zeg, je moet haar moeder fixen, want dan wordt zij jaloers. En dan krijgen ze allebei aan tafel. Ja. Of onder de tafel, volgens mij wil hij dat liever. Dit is zo zielig. Terwijl Sophie nog de Be Brave optreden aan het analyseren is, hebben wij eten. Yay! Ja, ik heb hem. We zijn de man nu even aan het helpen. Kijk. Oh, so good. So good. So good. We hebben ons eten. Ik heb een burrito met kip. Ondertussen is Sophie nog steeds bezig met haar filmpje, maar wij gaan eten. Dus eet smakelijk. Nou, we zijn allemaal uitgegeten. Oh nee! Ja, je was ook zo druk met je video. Laat die roos zien. Oh, maar ja, hoe heb je dit nou weer geregeld? Ik heb de baas versierd. Ja, er zit nog een kusje hierachter. Oh, ja. Hoeft niet meer. Kan jij even eten alsjeblieft? Ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn in mij. Ik wil eventjes zeggen, zo ben ik normaal niet. Nee hoor. Nee, maar we hebben heerlijk gegeten en het was heel gezellig met z'n vrienden in ieder geval. Tot de volgende keer weer. Mag ik nu de uitje video? Ja. Nou, ik ga nu naar huis, want ik moet nog 2 uur reizen en dat is heel erg kut. Je was weg, weet je nog? Je was weg. Nee, je moet even lekker een lekkere wijvenfilm kijken. Nee. Oh. Wat? Nee. Ja, dit is, ja, nog even een kusje. Oh, nee. Het had mijn vader kunnen zijn. We gaan nu weg. Anyway, ik moet nog 2 uur reizen, dus ik ga snel naar huis. We hebben hier een uur naar gezocht, maar hij is er.
Yes! Yes! We hebben ze. Ik heb met kers en witte chocola en krusli. En jij? Ja, ik heb hetzelfde, maar dan met aardbeien en witte chocola in plaats van de krusli. Heerlijk! Yes! Zo, mijn trein komt achter me aan, dus ik ga de vlogje weer afsluiten. Want als ik thuis doe, dan ga ik iedereen daar wakker maken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Mocht je trouwens het interview met Be Brave willen zien, moet je even naar het kanaal van Fem. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Dan kun je daar naar doorklikken. Maar voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. En ik beloof je, ik zal niet weer zo lang geen vlog op dit kanaal uploaden. Want ik wil echt wel weer wat meer ook gaan vloggen. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Taylor, we gaan met deze Taylor naar de moestuin. Ja, met mijn zonnehoed.